Bewogen voetbalweekend. Ja, laten we beginnen met de wedstrijd waar jij was. GVVV Katwijk. Ja, het is een beetje een open deur en ik weet het antwoord al. Maar toch, de hand van Zoutman, was die al zichtbaar? Ja, nee, dat kon ook niet. Want hij had niet de gelegenheid om elke speler te gebruiken. Hij moest het ook doen met de zogenaamde roeien. Hij moest roeien met de riemen die hij heeft, of had. En laten we eerlijk zijn, hij had hem ook kunnen verliezen. Het had ook GVV had minimaal wel een punt verdiend. Zo'n wedstrijd was het. Want die goal, prachtige goal trouwens, was eigenlijk de eerste aanval waar een kans uit kwam van Katwijk. Ja, Nick Oosterlee, de trainer van GVVV, we kennen hem natuurlijk allemaal. FC Lisse, Rijnsburgse Boys. Leuk om hem weer te spreken trouwens. Precies, en hij is ook altijd, hij vindt het ook altijd leuk om jou weer te zien. Ja. Dat weet ik. Dat is wederzijds hoor. Ja? Ja, Nick. Hij zei na afloop, we hebben enorm gestreden en we hadden eigenlijk meer verdiend. Ja, die mening deel jij? Die deel ik, ja. Die deel ik echt. Ja. Maar goed, in Katwijk maalt daar niemand om. Katwijk heeft 3 punten. En daar gaat het even om nu. Want Katwijk die heeft zoveel blessures. Hè? Ja. En Katwijk staat waar ze staan door die brede selectie die ze hebben. Ja. VWSB, om dat bij te halen, die staat waar ze staan door de smalle selectie. Zo is het gewoon. Ja. Straks gaan we het over VVSB hebben. Nog even over Katwijk. Cees Bruining zei vorige week, toen hij eigenlijk het stokje overdroeg aan Zoutman, dat hij had gezegd na de wedstrijd IJsselmeervogels, als we zo blijven spelen, kunnen we meedoen voor de titel. Deel jij die mening? Ja, maar Katwijk moet altijd om de titel strijden. Ja, dat moeten ze. Maar kunnen ze dat? Ja, dat denk ik wel. Want die blessuregevallen gaan terugkomen. En dan hebben ze gewoon een heel goed team. Dan hebben ze een topteam. Topteam. Over topteams gesproken. AFC. Ja. Jij hebt ze, ik moet je complimenteren Willem, aan het begin van het seizoen, toen niemand nog eigenlijk AFC had gezien, heb jij ze al getipt als kampioen? Ja, maar dat zijn ze nog niet. Hè? En nee, laten we wel wijzen dat, ik doe dat liever niet, maar ik werd gebeld door iemand van GVVV om iets te roepen, mijn voorspelling te doen voor de presentatiegids. Nou, altijd nee zeggen is ook lastig. Ik word er altijd netjes ontvangen, gisteren ook weer de opstelling komen ze gewoon bijbrengen, weet je wel. Dan denk ik, weet je wat, ik doe het een keer. Ja. Nou, en toen wist ik wel dat de broertjes Thijssen gingen naar AFC en dat ze Riley hadden. Ja. Grootvaan vind ik ook goed. Milan Hoek vind ik goed. Die van Hout is een goede speler. En ik denk, nou, dat zou wel eens een verrassing kunnen worden. Die zullen we dus mee kunnen gaan doen om het kampioenschap. En dan zeg je in zo'n lijstje wat eigenlijk natte vingerwerk is. Als AFC kampioen is straks, ga ik niet zeggen, ik heb het toch gezegd. Ik denk dat een rondritje Rijnsburg wordt hoor. Nee, het is natte vingerwerk. En weet je. Maar als je ze nou gisteren ziet, het echt een klinkende overwinning op Rijnsburgse Boys. Dat verraste mij enigszins. Ik denk, nou, die twee zijn wel aan elkaar gewaagd. Ja. Maar ja, dan maken die spelers de gebroertjes Thijssen en natuurlijk de Renatio. Ja. Als je ziet ook hoe hij die goal maakt. Ja. Hij zegt ook, ik leef van goals. Maar ik wil 1 ding kwijt over die wedstrijd. Ik ben er niet geweest. Ik heb er veel over gelezen, veel over gehoord. Ja, dat ging over 1 ding, denk ik. Ja, maar weet je wat ik wil doen? Ik wil die supporters van Rijnsburgse Boys, allemaal, dus niet alleen Haken, maar ook die mensen op de hoofdtribune, wil ik een groot compliment geven. Want zij weten, ondanks dat hij bij de tegenpartij speelt, ondanks dat hij gescoord heeft voor zijn huidige club, hoe je met een verdette die weg is om moet gaan. Want hij kreeg een wissel. En een staande ovatie van heel Rijnsburg. Uien, klasse. Nee, zo hoort het. Ja. Ze kunnen allemaal ook uit kunnen fluiten en uit kunnen schelden. Nee, precies. Precies. Dat hebben ze perfect gedaan. Ze hebben nog iets perfect gedaan, hè, daar. Ja, ze hadden het modellenbureau gebeld. Ja. Ja. Ja, leuke actie. Ja, toch. Leuke actie van die gasten. Ik kan er wel lachen. Ze zeggen van, ja, weet je, we moeten een beetje ludieke acties doen. Vuurwerk mag niet meer. Nou, dan maar vuurwerk op deze manier. Of je nou voor 600 of 700 euro vuurwerk haalt, of dat je zo'n vrouwtje inhuurt. Precies. Daar hebben meer mensen lol van. Dus. VVSB. Ja. Nieuwe trainer bekendgemaakt, Erik Meijers. Ja. Ik denk dat hij zich helemaal de tandjes is geschrokken. Van VVSB? Ja. Ja, maar wij ook, dat hij het geworden is. Laten we eerlijk zijn. Ik had hem in ieder geval niet verwacht. Nee, en die man is beschadigd door die documentaire die over Achilles is gemaakt. Ja. Maar als ik dan trainer spreek, hij heeft overal resultaat gehad. En spelers die met hem gewerkt hebben, zijn weg van zijn werkwijze. Ja. Maar hij is wel beschadigd door die documentaire. Ja. En terwijl als je de hele documentaire ziet, want ik heb hem laatst even zitten kijken. Die trailer waarin die 180 keer kutkeeper roept en wat hebben we toch een kutteam. Dat is absoluut een kutkrant. Dat is absoluut niet representatief voor de hele documentaire. Nee, dat want dat is best wel een goede documentaire en heftig. Ja, en je ziet ook hoe hij struggelt met de financiën en weet ik veel wat. Ja. Nou, ik hoop dat VVSB de juiste keuze heeft gemaakt. Ik heb vorige week al gezegd, van ze hebben nu al 2 keer de trainer achter elkaar weg moeten sturen. Ik hoop dat dit een goede keuze is. Ja. En dat weet je, als trainer is hij gewoon goed. Hij is alleen beschadigd door
Ja, door zijn uitlating in Idoku. Maar ja, als je kijkt, 8e nederlaag op rij, als ik het wel heb. Ja. Het gat met Scheveningen dat op de voorlaatste plaats staat, is al aanzienlijk. Wat is er nou maximaal te halen nog voor VVSB? Ja, daar kan ik nog niet veel van zeggen. Maar er moet wel heel wat gebeuren. Ze hebben een serie nodig. Ja. En ook daar moeten de blessures moeten herstellen. En dat blijf ik dan zeggen, misschien weer advocaat van de duivel. En dan stop ik ermee. Als alles fit is, hadden ze bij Jonsbeek ook die punten gaan halen. Punt. Ja. Punt. Punt. Over punten halen. HBS verrast. Puntje. Nee, gewonnen. Ja, gewonnen van de koploper. 1-0. En nog notabene uit daar, hè? Ja. In Woonland. Ja, knap. Heel knap. Gefeliciteerd, mannen van Kraaienhout. Ja, en het is de tweede keer op rij dat ze resultaat boeken. En punten geven vertrouwen, hè? Ja. Jou niet uit te leggen, toch? Nee, nee. Jij geeft mij vertrouwen. Punten. Goed. Het is tijd voor jouw moment. Ja, nou, ik had eigenlijk die applauswissel van Riley. Nou, daarna kom je dan uit bij die vrouw die op het veld van Rijnbussen Boys loopt. Nou, hebben we meer dan genoeg gezien. Maar ik wil nog even terug naar dat echte voetbalmoment. Dat Katak die bal herovert op Panhuis. Hij komt uit bij Jongman, die speelt hem in. Mamadov legt hem perfect neer. Dat is weer zo'n trainingsvoorbeeld, hè. En dan wordt het nog een doelpunt ook. Ja, dat zijn toch wel momenten. Weer zo'n donderdagavond doelpunt. Ja, het is alleen jammer. Ik heb ze wel te weinig gezien, ook van Katwijk in dat duel tegen GVV. Maar dit was een echt voetbaldoelpunt. En daaraan zie je de klasse van Katwijk. Ja, vooral van Jongman en Mamadov in dit geval. En ja, Katwijk heeft gewoon heel veel kwaliteit in de selectie. Maar dit was een... Waar is mijn ringetje? Dan haal ik hem door een ringetje. Niet alleen de goal, maar ook de hele opzet. Met een griffel. Ook met een griffel. Tientje met een griffel. Gooi het er maar uit. Ja, lekker man. Wil je nog ergens op terugkomen? Nee, ik heb honger. Heb je honger? Ja. Nou. Zullen we? Aan de kook, vertel. Ja, ik twijfel een beetje. Maar je moet beslissingen nemen in het leven. Ja, het is keiharde keuzes maken. Niet gaan zitten dubben over je eten. Ik ga rucola halen. Eitje erin. Rood snipperuitje erin snipperen. En dan maak ik een lekker pastaatje. Lekker man. Ja. Samen met Sil. Gezond. Even gezond. Goed zo. Vaak wel. Nee, meestal wel. Nou, eet smakelijk weer. Dag. Down, 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 down.